Dus die marketplaces, daar, dat is misschien eigenlijk wel de plek om nog meer geld te verdienen, toch? Omdat je een percentage kan maken. Ja, dat klopt. Ja, dat is op handelen ook inderdaad. Hè. Ja. Ik vind het leuk, ik vind het een superleuk idee. Hey kijkers van De Zavond Kraft, welkom bij een gloednieuwe Mytopia video. Een ontwikkelingsvideo, daar gaan we jullie in meenemen. Ik ben hier samen met, zoals je ziet, Daci en met Maxime. Dat is een echte Nederlander en een echte Belg. Ik ben gek op Belgen, Maxime. Dankjewel. Ik geloof er helemaal niks van. Hey, waar we het vandaag over gaan hebben is onder andere Bitcoins. Ik zet even ook mijn verwarming uit, want die hoor je de hele tijd op de achtergrond blazen, super vervelend. Dat is geregeld. Het idee van de cryptocurrency, en daar weten jullie allebei in real life redelijk wat van af. Dat is natuurlijk ja, iets leuks, iets nieuws, iets sexy's. En dat willen we ook in Mytopia hebben. We hebben natuurlijk nu geld in Mytopia, wat waarde heeft. En we hebben status, wat waarde heeft. Maar als we dus zomaar in één keer bitcoins zouden doen. Nou ja, met Stijn heb ik natuurlijk al heel erg veel erover gehad. En daar krijg je wel een hele andere wending in de game van, denk ik. Want in feite is het geld wat je zelf kan maken, correct? Misschien even voor de mensen die niet weten wat bitcoins zijn. Ik weet niet wie van de twee het wil doen, maar geef even een hele korte halve minuut uitleg van cryptocurrency. Maxime. Oké, cryptocurrency. Dus wat houdt het in? Het is een gedecentraliseerd betalingssysteem. Als in, er is geen tussenpartij die de controles gaat uitvoeren over wat de transacties langs gaan. Als ik een betaling doe naar Stijn, gaat dat normaal gezien via een bank en dan van de bank naar Stijn. En via cryptocurrencies is het rechtstreeks van bij mij naar Stijn en wordt het gecontroleerd door miners. Ja, en daarom dat het ook eigenlijk vaak in de criminele wereld gebruikt wordt ook wel, want niemand kan controleren of ik jou een miljoen euro heb betaald. Ja, klopt. Ja, precies. Ja. Ik weet dus niet of we dat ook daadwerkelijk op die manier in Mytopia gaan gebruiken voor de criminelen en de kapers en de krottenwijkers. Maar het idee van zelf geld maken en gecontroleerd worden door de community in feite is wel heel erg leuk. Hoe verdien je normaal gesproken twee manieren? Hoe kun je geld verdienen met bitcoins? Daci. Nou, je kunt gaan minen met bitcoins. Dat betekent dat je eigenlijk zorgt dat andere transacties kunnen doen door de hele tijd codes te kraken. Dus stel. Ja, precies. Ik ga vast minen met bitcoins. Heb ik nu bitcoins of niet? Nee, het is geen Minecraft minen inderdaad. Nee, precies. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Ik wou het even uitleggen voor mensen. Maar het is dus niet simpelweg blokjes breken, even voor het idee. Inderdaad, je kan minen en de andere optie is traden, toch? Ja, dat betekent. Je hebt heel veel soorten. Bitcoin is eigenlijk altijd cryptocurrency. Je kunt zeggen, ik koop nu een bitcoin en als die weer een beetje gestegen qua waarde, want hij verandert de hele tijd van waarde, dan ga ik weer een andere cryptocurrency kopen totdat die weer is gestegen van waarde. En zo ga je eigenlijk door totdat je eigenlijk meer geld hebt gemaakt dan waarmee je begon. Ja, en dit is denk ik waar heel veel van onze jonge spelers een probleem gaan krijgen, want wat is nou precies waarde? Wanneer is een bitcoin geld waard? In principe kan er een dienst tegenover staan, bijvoorbeeld ik weet dat Ethereum, dat kun je als bedrijf zeg maar inhuren en dan kun je renders laten doen of NASA kan er zijn berekeningen voor Mars mee laten uitrekenen. Je kan je computer laten draaien. Dat is een bepaalde dienst natuurlijk, een bepaalde rekenvermogen. En dat is het minen als het ware. Maar in principe, wie betaalt dat? Ja, iemand anders dus. Toch? Iemand anders betaalt. Als ik een bitcoin heb en die wil ik verkopen, dan is het niet een soort algemene bitcoin god die zegt, ja geef maar. Behalve als we het over marketplaces hebben. Maar dat wordt een beetje ingewikkeld, denk ik. Het is zoveel waard als mensen ervoor uitgeven, toch? Dat klopt. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. En in feite zijn er meerdere mogelijkheden waardoor een bitcoin meer waard wordt. Eén, als er minder zijn dan de vraag. Dus 100 mensen willen graag één bitcoin kopen, maar er zijn er maar 50. Ja, dan zal de waarde waarschijnlijk stijgen omdat iedereen hem wil. En dat kan ook nog eens een keer zo zijn. In real life is dat bijvoorbeeld als je via Amazon of de DDG-shop zeg maar met bitcoins zou kunnen betalen. Dan zijn er meer plekken om daadwerkelijk je geld ook te kunnen gebruiken. Ja, dus niet alleen maar de dark web, maar ook normale websites om het zo maar te zeggen. Dus dat is ook eigenlijk een beetje vraag en aanbod. Als je er meer mee kan, heb je er meer aan, dus is het meer waard. Zeg ik dat een beetje goed? Ja, dat is volledig correct. Het is vooral op vraag en aanbod inderdaad gebaseerd. Ja, als wij hier bij wijze van spreken, en ik zal het even proberen te visualiseren. Dit is dan een computer, zeg maar. Stijn die heeft hier computer 1. Die betaalt 20.000 euro aan bouwbedrijf Sunnyville. En die zet deze computer in zijn gebouwtje.
Dat is dan normaal gesproken is stroom en dergelijke. Dat heeft er ook nog allemaal mee te maken, maar dat doen we hier in de inkoopprijs. Deze computer, Stijn, die kost jou 20.000 euro. En in zijn lifetime, dus laten we zeggen dat je die computer na 2 maanden is dit blok gewoon weg. Dat kunnen we gewoon regelen, dat die op een gegeven moment verdwijnt, zeg maar. Dat is nog beter. Zo, deze computer is na 2 maanden is die weg. Maar dat heeft jou in 2 maanden tijd 20 bitcoins opgeleverd. Hoef je niks voor te doen, want de prijs van de stroom zit er al bij in. Het is in feite een farm. Nou, wat als Stijn dit zou doen? Dan heb je in feite een farm. Ja, toch? Ja, klopt. Dan heb je inderdaad. Kan je steeds meer geld verdienen. Steeds meer bitcoins bij elkaar minen. Maar nou komt-ie. Maxime, die heeft er ook 3. Dus in feite heeft Stijn meer dan 2 keer zoveel bitcoins als ze tegelijk gekocht hebben, zeg maar. Maar misschien heeft Stijn ook wel een duurdere server gekocht, zeg maar. Zo, hoppakee. Bam. Die levert 100 bitcoins op. Ik doe maar even wat. En dan sta ik hier en ik heb 1 computer gekocht. Want ik ben net begonnen met Mindtopia en ik dacht van dat lijkt me een leuke investering. Bij elkaar hebben wij misschien 200 bitcoins, waarvan ik er waarschijnlijk maar 3 heb. En jullie de rest, zeg maar. Als ik mijn bitcoins te koop zet. Jullie kunnen ze kopen, maar andere mensen in principe ook, toch? Die kunnen gewoon een wallet hebben zonder dat ze het minen. Ja, iedereen kan het eigenlijk aankopen. Ja, ja. Op een gegeven moment zijn er zoveel computers verkocht. Dat laten we zeggen, bij 500 computers die verkocht zijn, wat gelijk staat aan x aantal bitcoins. Zijn de volgende mensen, en laten we even op tab drukken. Alivon en Telises, die gaan dit ook doen. En die kopen ook zo'n paar mooie computers, een mooie RIX. Alleen ze zullen dus zien dat hun computer in 2 maanden tijd maar 19 bitcoins oplevert. Dan hebben we het over een paar weken later. Nou, dan gaan we nog een paar weken later, of een half jaar later. En heb je voor diezelfde computers 2 weken wachten en ze leveren maar 6 bitcoins op. Dat is het een beetje. Er zit een cap op in principe, hè jongens. Dat zal is een soort van marktlimiet inderdaad. Ja, ja, precies. Het zal om ook te zorgen dat je geen hyperinflatie krijgt op die manier eigenlijk. Hè? Want als ik nu nog steeds door mijn computer aan te zetten in feite net zoveel bitcoins kan maken als 6 jaar geleden, dan zou ik miljonair overnight zijn. En dat is natuurlijk zeker in een game als Mytopia een beetje imbalanced. Dus het is bij bitcoins, zodra we het hebben, is het voor spelers heel belangrijk. En ik ga het jullie laten zeggen om er op tijd op in te stappen, toch? Ja, hè? Ja, zeker. Waarom? Ja, naar gelang hoe meer mensen dezelfde currency gaat minen, hoe sneller dat de transacties kunnen aflopen, dus hoe hoger dat de moeilijkheidsgraad moet komen van de computers. Dus de moeilijkheidsgraad gaat sowieso stijgen. Dus stel, met mijn computer in het begin verdien ik eerst heel veel bitcoins. Mm-hmm. Na een jaar tijd, als heel veel mensen diezelfde coin minen, gaat het inderdaad wel zijn dat mijn miner minder gaat kunnen verdienen in die periode. Ja, en wij lossen dat in feite op door de inkoopprijs van de computers ongeveer hetzelfde te houden, maar dat het gewoon simpelweg minder bitcoins oplevert. He, dat is ongeveer dezelfde balancing, correct? Correct. Ja, precies. Als mensen zoiets hebben van oké, maar ik heb geen huis of schuur voor heel veel computers, ik wil het gewoon gaan kopen, dan doe je dat met een wallet. Dat houdt dus in dat je nu een saldo hebt, en ik heb het al met de projectleider besproken, dus ik weet dat dit er gaat komen. Als jij nu op je scorebord in Mytopia kijkt, dan zie je aan je rechterkant zie jij de tijd, de datum, dat soort dingetjes. Level en dergelijke, fitheid en ook geld. Dat gaat een switching ding worden, dus je ziet eerst gewoon je normale saldo, banksaldo in euro's. Vervolgens ga je je Graycoin saldo zien in GC en je gaat je Bitcoin zien in BC. Vervolgens krijg je natuurlijk ook nog eens een keer een update van hoeveel een Bitcoin is en hoeveel je totale Bitcoin wallet waard is. En dat is natuurlijk weer nodig om straks in de winkels ermee te kunnen betalen. Want je moet je voorstellen dat als Maxime een winkeltje heeft en die zegt, nou, ik accepteer ook bitcoins. Want je wil natuurlijk ook gewoon meer bitcoins hebben, omdat ze steeds meer waard worden in principe. Ja, het is natuurlijk lullig als je een chestplate hebt daar, die biedt je aan voor 10 bitcoins. Wat omgerekend, bij wijze van spreken, nou, laten we dit voorbeeld doen. 20.000 euro en je krijgt er 10 van. Dus dan zou die gemiddeld 2000 euro waard moeten zijn, 1 bitcoin. Ongeveer, op basis van mining, right? Zonder dat we het hebben over vraag en aanbod. Dus jouw chestplate kost 20.000. Maar, als je die prijs niet verandert, dan kan het zijn dat die misschien over een week, zeg maar, is het niet 20.000 in diezelfde bitcoins, je prijs niet te veranderen, maar de kans is dat die 28.000 is. Correct? Correct, maar dat valt ook heel eenvoudig op te lossen. Je kan gewoon zeggen van, deze chestplate kost 20.000 euro. En je kan betalen in bitcoins. En je kan betalen in bitcoins, inderdaad. Super slim, ik hoor het al. Jij gaat een winkel starten. Wat gaat de grootste uitdaging worden, denken jullie, misschien voor de server, maar ook wel voor spelers? Waar moeten ze echt op letten en moeten ze vooral niet vergeten?
Nou, ik denk dat je vooral bij spelers gaat zien, want het is natuurlijk een coin die de hele tijd in waarde stijgt en daalt. Ja. Dat spelers gaan denken, hoe heet het, als die een beetje is gedaald van shit, nu moet ik uitstappen, nu moet ik ze gaan verkopen. Want anders ga ik heel veel verliezen. Straks daalt die nog meer, ja precies. Ja, en dat ze op dat moment dan weer juist stijgen. En omdat er heel veel coins op de markt zijn. Dat ze eigenlijk op een hoogtepunt denken van, ja, nu ga ik kopen. Want nu zie ik dat ze heel veel waard zijn. Voordat gaat gaan ze nog meer waard. En dan maken ze alleen maar verlies. Zie je ook op dit moment met bitcoins. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk op die manier verlies maken. Ja, ik denk dat er in totaal zelfs meer mensen zijn die verlies maken dan winst. Want dat kan haast bijna niet anders. Aangezien die prijs zo schommelen. Iemand moet natuurlijk het verlies betalen. Net als bij de aandelenmarkt in feite. Iemand is de sjaak om het daarop te houden. Zouden jullie... Vanuitgaan dat jullie bij wijze van spreken allebei actief Mindtopia spelen. Misschien even wat tips voor mensen. Stel je voor, ik heb 100k. Ik heb net mijn huisje. Ik zit te denken, ga ik investeren in een winkel? Ga ik een mooie kleding kopen? Of zal ik toch 1 of 2 bitcoins hebben? Kan dat veel kwaad om te zeggen, ik ga 20.000 euro investeren. Wat relatief weinig is in Mindtopia. Om in ieder geval je eigen farmpje te hebben. Zeker in de eerste week waarbij je dus de output nog hoog hebt. Is het een doedetje? Of als je zegt, van, nee, als je echt geen verstand van hebt, moet je niet doen. Nou, ik zou als je echt ermee wil beginnen, zou ik de eerste week zeggen, of als jij net begonnen bent met Mindtopia, kijken, is hij nu relatief laag vergeleken met wat hij normaal is. Nou, als hij dan aardig laag is, dan ga je zo'n mining ding kopen, of dan kun je misschien wel zeggen, hey, Maxime, kan ik het van jou overkopen of van een andere speler? Ja, want dat gaat natuurlijk ook. Het is allemaal digitale transacties. Dus je zal nooit letterlijk hier een munt hebben, hier heb je een bitcoin. Dat bestaat niet. Het moet allemaal digitaal overgezet worden. En ik denk dat het ook niet lang duurt voordat de marketplace plugin er is. Waarbij Stijn zeg maar zegt, ik wil bitcoins wil ik inkopen zodra ze deze markt halen. Dus 7.500 euro. Dan wil ik er maximaal 10 kopen. En dat gebeurt dan automatisch. Het kan gewoon in de nacht. Dan, en andere mensen die dan zeg maar hun bitcoin willen verkopen voor rond die prijs, die kunnen dat in één keer bij jou dumpen. Dat is natuurlijk ook mooi, zodat je niet altijd tegenover elkaar moet staan. Oké, ja, hier heb je geld. Geef me bitcoin maar. Want dan krijg je natuurlijk ook weer oplichters mee. Iemand heeft een sms'je. Misschien moet je even kijken wat het is. Dus die marketplaces, dat is misschien eigenlijk wel de plek om nog meer geld te verdienen, toch? Wat je een percentage kan pakken. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Handelen ook inderdaad. Hè. Ja. Ik vind het leuk. Ik vind het een superleuk idee. Hebben jullie ook een idee voor een naam wat we zouden kunnen doen? Gaan we het gewoon simpelweg Bitcoin noemen? Want we hebben natuurlijk al Greycoin. Dat is al een extra currency. Hoe gaan we onze Bitcoin noemen? Ik zou het persoonlijk leuk vinden om te starten inderdaad met iets Bitcoin gerelateerd. En ook misschien de Bitcoin naam erin te behouden. En als je later wil gaan uitbreiden naar meerdere currencies, dat je ook gewoon de echte currencies in hun naam behoudt, maar dat je er dan bijvoorbeeld iets Minecraft gerelateerd bij zet. In plaats van Bitcoin doen we Midcoin. MT, Mid, nee? Ja, bijvoorbeeld. En dan kan je ook inderdaad, als je zo, er is nu een Tron, kan je Trontopia of zo bij wijze van spreken. Maar dan kun je die ook linken aan Relife bij wijze van spreken. En dan kan je mensen op Mindtopia ook klaarstomen voor de Relife. Maar hoe vet zou het zijn als we op een gegeven moment als mensen zelf, als wij zeg maar de source code, dat is in het echt, beschikbaar maken. En dat bijvoorbeeld Lacratus en Jevidia en Bad Boy die zeggen, ik start ook mijn eigen currency. Dan zijn zij zeg maar de opstarter daarvan. En heb je ook nog eens een keer currencies die met elkaar verbonden zijn. En dan krijg je heel veel van die luchtbubbels. Hè, van, oh, dat is een nieuwe currency die in het begin heel hard stijgt, want iedereen heeft er vertrouwen in. En op een gegeven moment sterft het af eigenlijk. Behalve Bitcoin Cash en Ethereum, die lijken redelijk gelijk te zijn. Maar jullie kennen allemaal die bitcointjes van 10 cent of minder. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon luchtbubbels. Maar zou dat leuk zijn dat mensen zelf ook op een gegeven moment hun eigen currency kunnen maken hiermee? Ja, dat zou denk ik wel leuk zijn. Hoe heet het? Vooral als ze kunnen zeggen, hey, ik ga er nu mee beginnen. En dan moeten ze eigenlijk zelf gaan kijken hoe ze het willen doen. Ze kunnen met winkels gaan praten. Hey, wil jij mijn coin gaan verkopen? Zodat... die precies, eigenlijk meer waard is. Precies. En dan zelf ook garant staan als een soort marketplace. Dat als een winkel, noem het even de Datacoin. Je hebt zelf je currency gemaakt. Dat zeg maar, stel je voor een winkel heeft 50 Datacoins, maar hij kan ze letterlijk niet verkopen. Dus niemand wil eigenlijk de Datacoins kopen. Dat jij zegt, ja, maar ik koop ze sowieso altijd terug. En dan heb je ook een garantie dat winkels dat doen. Moet je het wel doen natuurlijk, anders ben je een oplichter. Maar op die manier heb je... begint het wel te rollen. En gaan mensen ook weer handelen daarin? Want ja, bij die en die winkel of bij die veiling of de inkoop misschien. Als je bij de
overheid binnenkomt met je bitcoins en ze accepteren het daar, dan ben je ook al binnen. Dan levert het ook, zeg maar. Ik ben heel benieuwd of spelers dat gaan doen. Of ze, zeg maar, ook garant durven staan daarvoor. Ik denk het wel. In bedrijven is het wel handig. Want nu ook de nieuwe currencies die komen, die zijn meestal ook gelinkt aan een bedrijf en bedrijfsideeën. En aan de hand van die ideeën, als die dan vooruitgang maken, gaat die coin ook omhoog gaan door naambekendheid en omdat mensen er vertrouwen in hebben. Ja, en eigenlijk is elke nieuwe cryptocurrency, net als de goudwaarde in Amerika, is altijd gekoppeld aan de originele bitcoin, hè? Want heel veel currencies kun je altijd via marketplaces terugkrijgen naar de standaard, de bitcoin, zeg maar. Hey, ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik heb wat zitten minen. Dat levert dan tussen de 5 en de 15 euro op per dag. Afhankelijk van hoe lang ik hem aanzet. En dan zie je gewoon dat ik eigenlijk 101.000 taken aan het doen ben. En currencies en crypto's en hashes aan het uitvoeren ben. Maar op mijn totale saldo staat gewoon mijn waarde in bitcoin, BTC. En niet in allerlei andere dingen en dergelijke. Ik vind het wel leuk. Hoe zou dat zijn? Denken jullie dat het gekhuis gaat worden? Zodra wij bij de inkoop, of misschien wel een computershop, zeg maar, zeggen, jongens, we hebben 100 computers te koop voor bitcoins. Ja, dan denk ik dat die heel snel uitverkocht raken. Ik denk het ook wel. Ik denk het ook wel. Voor je het weet ga je mensen krijgen die aanslagen gaan plegen bij concurrenten in de Kaap. Omdat zij zelf in Atlanta zitten te minen. Gaan ze kijken of ze de kerncentrale plat kunnen krijgen met een demonstratie of zo. Gewoon puur dat andere mensen achterlopen. Want het is wel een beetje een wapenwetrace, toch, dit? Het gaat er echt om dat je als eerste zoveel mogelijk van die coins hebt. Zodat je een percentage van de markt kan bepalen. Dat als jij verkoopt of inkoopt, dat prijzen stijgen en dalen. Dat is het wel, hè? Eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel. Dat heb je ook nu in real life, dan noemen ze dan mensen die whales. En die steken heel veel geld in een coin en die kunnen zelf alle prijzen bepalen. Precies, ja. Chinezen zijn daar heel erg gek in, volgens mij. Die hebben echt voorbij een derde van de hele markt in de handen. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken. Die mensen momenteel aan het kijken zijn, maar natuurlijk ook Maxime en Stijn. Ik denk dat ik jullie ga vragen om dit een beetje met mij uit te gaan werken. Wat moet de basis zijn voor een standaardcomputer? Is dat 10.000, 50.000, 100.000, een miljoen? En wat komt daaruit over welke periode? Daarmee zet je in feite ook de waarde van één coin zet je natuurlijk neer. Ik denk dat het handig is dat die wat lager is, rond de 1000 en 10.000 euro daartussenin, zodat je ook daadwerkelijk items kan kopen. Dat niet te zeggen, ja, dat wordt dan 0,25 bitcoin. Dat is ook zo vervelend. En hoe in jullie ogen in ieder geval een wallet eruit zou moeten zien. Wat moet je daarin kunnen? Moet je daar bijvoorbeeld kunnen zeggen /p maxime dm 1, bij wijze van spreken. En dan heeft hij 1 bitcoin. Of gaan we dat via een soort minuutje doen, zoals een mobiel. Of via wat dan ook. Ik ben heel erg benieuwd. Ga ik jullie in ieder geval wel vragen. En voor de kijkers thuis een heel erg technische, misschien voor sommigen wel saaie video. Want we gaan niet inbreken bij de legerbasis. En we zijn niet iemand kwijt in Cutraxia of zo die we moeten zoeken of vermoorden. Maar bitcoins voor de echte Mytopia-spelers die veel willen bereiken en nog meer willen bereiken, is dit misschien wel een hele leuke uitdaging om te kijken of zij slim genoeg zijn om dit ook te kunnen. Daci en Maxime, heel erg bedankt. Kijkers ook, vergeet niet even een like achter te laten en te abonneren op DNC. En dan heel graag tot de volgende keer. Doeg!